Giorgio Agamben beschouw ik als een van de belangrijkste filosofen van vandaag. Hij is geboren in Italië in 1942 en hij is een echte filosoof. In die zin dat hij ons belangrijke beelden geeft waarmee wij actuele standen van zaken, zoals bijvoorbeeld de problematiek rond de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, kunnen analyseren. Zijn werk is altijd verrassend, met name zijn Homo Sapiens project, het project dat helemaal gewijd is aan de vervloekte en heilige mens. Dat hele project is van groot belang om de hedendaagse politiek te begrijpen. Daarnaast laat hij ook zien wat de moeilijkheden rondom die Homo Sapiens allemaal veroorzaken. En dat levert ook nog eens een keer allemaal ontzettend interessante inzichten op in bijvoorbeeld politiek, maar ook in bijvoorbeeld zoiets als de bedrijfskunde. Agamben is ook een filosoof die voortdurend beweert dat politiek niet een doel in zich is, maar dat politiek een middel moet zijn. En juist daarin zie je dus waarom het zo erg is als politici steeds meer als bedrijfskundigen gaan nadenken. De goede orde is belangrijker dan rechtvaardigheid. En een rechtvaardigheid kan de politiek alleen maar dienen als ze een middel wil zijn.